Ik ben Hans, stadsgids in Antwerpen. En er is een nieuwe tentoonstelling in het museum Plantijn Moretus, de stad getekend. Voor het eerst zien we de stad, hoe die eruit zag in de 16e eeuw, aan de hand van talrijke plattegronden, stadskaarten en stadsgezichten. Die kaarten hadden meestal ook wel een extra bedoeling. We wouden de stad verheerlijken. We wouden zijn topkwaliteit eigenlijk tonen. En voor Antwerpen is dat dan natuurlijk vooral dat zij zich wil presenteren als de koopliedenstad, de havenstad van Europa. We staan hier voor het absolute topstuk van de tentoonstelling. De kaart van Virgilius Bolognensis van 1565. Het is ongelooflijk hoeveel we op deze kaart nog kunnen vinden van gebouwen die we nu nog kennen. Bijvoorbeeld, we zien hier het stadhuis. De kaart is van 1565, exact 450 jaar oud. Net als het stadhuis, wat we dit jaar ook vieren. Er is ook een hele nieuwe buurt bijgekomen in de stad Antwerpen. Gekend toen als de Nieuwstad en nu beter gekend als het Eilandje. Want op deze plaats, waar we dit gebouw zien, het Hanzehuis, staat nu exact het museum, het MAS. Men heeft ook een digitale versie gemaakt van die kaart, dus de bezoekers kunnen hier ook komen kijken en op die manier eigenlijk meer te weten komen hoe de stad was opgebouwd en wat de functie was van die verschillende gebouwen. De expo De Stad getekend in het museum Plantijn Moretus brengt Antwerpen in beeld tijdens de gouden 16e eeuw. Tot 19 juli kan u zelf een kijkje gaan nemen. Meer info vindt u op museumplantijnmoretus.be.